Het lijkt daar nog wel net de gevangenis aan bij Tweeberg. Want zelfs je horloge moest af. Nou. Ja, ze staan er weer heel mooi en gekleurd op vandaag. Oh, dit wordt spannend. Ja, ik ga deze eens openen. Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Ik loop nu met de 3 hondjes. En het is ook vandaag namelijk donderdag 17 maart 2022. Ja, het is nu 1:15. Maar ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog verder af te sluiten. Dat zullen jullie ook wel zien in de vlog van gisteren. Dat helemaal ben vergeten. Maar ik heb jullie iets te vertellen. Ja, maar dat ga ik nou nog niet vertellen. Nee. Maar ik ben er super blij mee. Dat kan ik je wel vertellen. Maar wij wensen jullie gewoon vandaag onwijs veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Daar zit ik dan. Ja, daar zit ik dan. En met een hele grote big smile. Kennen jullie nog mijn gezicht van gisteren nog herinneren? Dat ik zo bloednerveus was? Nou, ik zal je wat vertellen. Ja. Gisteren moest ik dus examen doen. De hele dag al leerstof. En ik was dus. Ik mocht dus komen om dus mijn theorieën te gaan doen. Nou. Het lijkt daar nog wel net de gevangenis aan bij TBR. Want zelfs je horloge moest af. Nou. Dus ik zei het al van het lijkt hier wel net een gevangenis. Alleen de poortjes en die missen nog. Nou, ik ben er gewoon heel makkelijk in. Maar oké, dat heb ik dus. En dat zei ik dus. Dus ze moesten eigenlijk wel een beetje lachen. Maar dus dan wordt er een tafel toegewezen met een nummer. Nou, prima. Dus die invoeren. En je huilen, niveau. Oh, stressniveau daar helemaal omhoog. Nou, dat was wel zowat. En tot aan het plafond, kan ik je vertellen. Maar echt, het was niet te hard. En dan heb ik mijn examen dus helemaal een beetje bibberend gedaan. En ik kreeg namelijk een duimpje. Ja. En geen duimpje zo. Maar ik kreeg zo, jongens. Ja, ik kreeg een zo. Ja, ik ben daar heel blij mee. En ik zal het eventjes voorlezen. Onderdeel 1, dat is gevaarherkenning. Mag je 12 fouten hebben van de 25. En ik heb er 8 fouten. Dus dat vind ik het redelijk netjes dat ik dat zo heb gedaan. Onderdeel 2, kennis. Je mag in dat onderdeel 2 fouten hebben. En hoe toevallig, deze dame heeft 2 fouten van de 12. Dus 10 vragen goed. Nee. Onderdeel inzicht. Nou, inzicht mag je 3 fouten hebben. Nou, en hoeveel heb ik er fout? Van de 28 vragen? 3. Nee. Maar ik ben wel geslaagd. Ja, daar ben ik zo blij mee. Zo raar gewoon. Maar oh zo fijn. Ja. Oh, zo fijn. Ja, ik ben gewoon geslaagd. Hoe dan? En dat, daarom zei ik al, gisteren, volgens mij heb ik dat ook in de vlog gezegd. Ik ben al 9 jaar bezig, hè, vanaf 2013. Ik heb nooit eigenlijk een schop om mijn hol gehad. Gewoon vanaf van, joh, hey, ga ervoor. Ja, alleen maar rijles. Bij de eerste. Maar je bent er nog niet aan toe. Nee, je bent er nog niet aan toe. Dus we gaan gewoon wel eerst even lessen. Ja, nou, maar de koekoek. Bij de tweede, waar ik ook heel veel reclame voor heb gemaakt, zeg maar. Het was een goede man hoor, daar niet van. En het was ook altijd wel gezellig. Maar het draait niet altijd om de gezelligheid. Het draait ook gewoon om het leren hoe je moet rijden. Nou, bij de tweede, hij heeft me heel veel geleerd, zeg maar. Om dus ook niet meer zo angstig te zijn voor vrachtwagens. Maar waar ik nog wel last van heb, dat als ik dus aan het rijden ben.
En dat aan deze kant, zeg maar, aan de passagierskant vind ik het helemaal geen enkel punt meer. Maar als ik dus aan het invoegen wil, en ik heb al lang en breed al een vrachtwagen gezien aan mijn linkerkant. En hij komt dan naast me, dan heb ik zoiets van, dan heb ik het gevoel dat ik het niet meer voorlangs kan, zeg maar. Ja, ik kan er wel achterlangs, maar dan moet ik wachten. En dat mag dus eigenlijk niet. Dus ja, daar wil ik nog eigenlijk ook nog even kijken van hoe ik dat moet doen. Maar anders is het gewoon leren trainen, hè? Gewoon zelf rijden. Want als je zelf rijdt en je hebt je rijbewijs, dan is het, ja, dan begint het echte rijden pas, zeg maar. Dus ja, ik ben alleen maar blij, zeg maar. Oh, zo blij. Dus, binnenkort proberen om gewoon af te rijden. Dus, ja. Er zitten gewoon dingen in de pijpleiding, zeg maar. Dat is alleen maar goed. Dus, ja. En daarom zeg ik al, bij deze, bij A-klasse, Kepper, 6 rijlessen gehad. Dus, ja. Nou, dat is, €300. Taal. En ja, hij zei ook al van gisteren, nou, dan gaan we gelijk je examen in plannen. Wat? Komt dat goed? Wat zeg je nou? Ja, dus dat. Dus nee, daar ben ik heel blij mee. Dus ja, ik laat zo meteen nog wel even zien dat ik inderdaad ben geslaagd, jongens. Ja, ik laat het zo meteen even zien. Dus ben je nou ook trots op mij? Duimpje omhoog, jongens. Dat heb ik ook verdiend. Dus ik heb 570. Dus die 570 duimpjes mogen ook eens een keer omhoog. Dus doe die duimpjes omhoog, jongens. Dat heb ik zeker verdiend. Nou, dit is dus ook exact wat ik dus net heb gezegd tegen jullie. Dus ja, ik ben gewoon geslaagd. Nee, even tanken. Dat moet ook gebeuren. Het is nu op dit moment voor euro 2,25,9. Daar gaan de lampjes aan hier. En voor diesel is het €2,06 en 9 nog wat. Ik vind het helemaal prima. Dus en dat is op dit moment hier bij de Esso. Ja. En wij denken altijd €18 in plaats. Oh, maar mooi. Wat is er? Wat is? Ik slaap al wel. Ja, ik denk, ik vraag maar even. Ik weet niet hoe vol we nou zitten, maar... Mm-hmm.
Hij sloeg dus de hele tijd af. Ja, en dan werkt het ook niet echt, hè? Nee. Dat werkt niet, nee. Nee. Niet. En viel je bril koken weer. Wat me niet. Hoeveel zit hij nu? Niks, eens kijken. Ja. Als je het voelt, dan is het goed. Oh, wat is het ook een lekker ding ook. Oh, dan is het goed. Mensen, ja. Ik krijg het nog zwaar. Afrijden. Dan mag ik gewoon meedoen en met de echte mensen dingen. Ja. En ja, dat vind ik nog behoorlijk spannend. Ja. Dat vind ik gewoon echt spannend. En terwijl theorie moeilijker is, zeggen ze, en dan het afrijden. Maar ja, het is ook maar net aan wie heb je, hoe is een dag. Hè? Ga zo maar even door. Maar ik denk wel, mijn rijschoolleraar, weet ik hoe ik dat, mijn rijinstructeur, een hele goede, en daar even een hele goede aan heb. Dus dat ik... Of dat ik hem nog even nog bel of even app voor jou. Hey, luister, wanneer kunnen we... Ik wil eigenlijk nog voor april wil ik proberen nog gezien af te rijden. Dat ik dan nog binnenkort mijn eigen autootje kan kopen. Hoe dan? Nog voor mijn 40ste jaar, zeg maar. Voor mijn 36ste. Jeetje, Mina. Het is laat, maar... Doe het wel weer, weet je. Daar zeg ik ben al 9 jaar bezig. Dat is lang. 2013. Yep. 2013. Ja. En ja. Kijk, er komt rol aan. Dus ik mag even zo meteen noteren. Ik mag zo meteen echt noteren. Dat vind ik leuk, namelijk. Noteren, moet hij wel op zo blijven. Ik zal het handig en fijn vinden. Ja, dankjewel lief. Zo. Zo. Hij schat. Hè? Nee, maar dat zei ik ook al tegen de kijkers. Weet je wat het is? Mijn ex, die heeft mij wel gewoon aan en gespoord om te gaan lessen. Mm-hmm. Ja. Maar niet echt zeggen van, hey joh, pak eerst je theorie en doe dit en doe dat. Nee, is allemaal goed hoor. Ga jij maar lekker rijden. Mm-hmm. Auto, rijschoolhouder ook. Ja, maar ja, je bent er nog niet aan toe. En dan bij de tweede. Ja, maar je bent nog niet aan toe. Ja, je haalt hem wel, maar wanneer weten we niet. 2-7-2-8-0-2-7-2-8-5-4-KM. Dat is het helemaal wat en wat we dus al nu al hebben. 1-1-8.7 heb jij dus nu alleen gereed. Staat op 0. Staat op 0. Jullie gaan zo meteen vallen, dat weet ik nu al. Omdat Rode is nu alweer wegrijdt. En Rode houdt ook namelijk van scherpe bochten te maken. En ik ben nog niet klaar. Gaat hij lachen hoor. Sadist. Jullie zijn niet gevallen. Hey. Goed zo, ik ben weer trots op je. Kiekeboe. Hey.
rennen op toe. Hausa. Nou, ze staan er weer heel mooi en gekleurd op vandaag. En dat jij nog dat en dat we er geen bon hebben, joh. Dat en dat we daar zo staan. Met de auto. Je beter, hè? Huh? Je beter, hè? Ja. En een mooie auto. Mooi busje. Dat is handig. Nee, hij gaat niet mee. Dat is jammer. Oeh, dit wordt spannend. Ja, ik ga deze eens openen. En dat wordt... Een Chevrolet. You kidding? Een Chevrolet? Ja. Moet erop schrijven. Dus ik moet kijken en naar een Chevrolet dus. Oké. Blijkbaar. Oké. Oké, okay. Dat is 1. Oké. Okay. Nee. Nee, een stukje naar achteren. Jij. Nee, en dan dat ik er wel bij kan. Nee. Als je hem gewoon zo doet. Ja, dank je. Niet zo gemeen lopen doen, schat. Want ik ben ook gelijk aan het filmen. Schatje, even niet doen. Nee. Ik wil gewoon dat jij net zoals net gewoon weer stop zegt. En dat ik dan... Stop. Niet zo snel. Oh. Nee. Stop. Stop. Oké, dit is een nummer 2. Dat is een Seat. Oké. Okay. En dan heb ik nummer 3. Stop. Ik heb een... Nee, ho. Eentje. Nou, dit wordt een... Een Honda. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Nou, en naar deze auto's moet ik dus gaan kijken. Zijn er nog meer auto's? Ja, maar de 3 auto's hier en hier moet ik wat op gaan zoeken. Moet dat? Ja, ik kan ook meer kiezen. Meer keuze. Kan ja, dat kan hebben. Allemaal. Dat en dat kan allemaal, ja. Deze bijvoorbeeld. Maar oké, okay, nee, ik en ik ga hier op zoeken, maar jij en jij weet alles qua, dan doe ik het zo. Oh, dat is een puntje, dat is hier. Oké, okay, stel als, ja, dan, en dan heb je even hiermee pech en met die Seat van je. Maar, ga er eens even 3 uit zoeken. Mooi. Ga je ze even openmaken en ga je ze ook daar weer neerleggen. Kijk wat er staat. Een BMW. Ik heb ook nog een reserve Seat voor mezelf gemaakt. Oké. Okay. Heb je mazzel? Een Datsun? Datsun. Datsun. Wat is een Datsun? Een auto.
Oké. Okay. Ja, zoals je ziet lig ik gewoon weer gezellig op bed. Het was een hele leuke avond. En ja, ik hoop ook dat jullie genoten hebben. Zo ja, en wil jij meer van ons zien? Abonneer dan even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf je gelijk namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog en laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao!